Poef. Ik heb de hele dag nog niet gevlogd en het is 4:15. Veel te druk gehad met de kinderen. Ik ben vandaag de hele dag alleen en ik heb gewoon mijn energie nodig. Ik heb 3 zieke kinderen. Meer kan ik er niet over zeggen. Dat is het eigenlijk. Ik ben alleen maar bezig. Ik heb nog geen 5 minuten om mijn kont te zitten. Ja, misschien 10 minuten om te eten. Maar goed, dat was het ook wel. Ze hebben inmiddels allemaal een middagdutje gedaan. Jordi slaapt nog 30. Die ben ik aan het wakker maken. En dat is het. Niels komt zo thuis en dan is hij ook weer weg. Want hij gaat uit eten. Had ik nog niet gezegd. Welkom bij deze ups en down. Welkom bij deze ups en down. En ik denk niet dat er vandaag veel meer gevlogd gaat worden. Maar we hebben morgen nog een dag. Een hele goede middag. Liam is nog wakker. Jordi en Sam die liggen op bed. Ik heb al van alles gedaan. Ik heb de bed al afgehaald, opgemaakt. Ik heb alweer was gedaan. Ik heb deeg voor vlaai gemaakt. Voor 2 vlaaien. Liam, doe nou eens lief voor Joef. Liam, lief doen voor Joef. Ik heb tonijnsalade. Eiersalade. Ik heb curry gemaakt. Want morgen... Wat is er morgen? Ja, het is niet belangrijk wat er morgen is, hè? Morgen doen we hiep de piep. Juist. Zo belangrijk is dat. Nee, morgen ben ik jarig. Yay! Vier ik het uitbundig? Nee. Maar mijn ouders, de moeder van Niels en mijn opa komen wel op bezoek. En dat noemen we een klein beetje verjaardag vieren. Ik hou niet zo van verjaardagen vieren. Van mezelf vooral niet. Dus ja. Maar ik heb dus het een en ander al gedaan. Het avondeten voor zo dadelijk heb ik ook al een heel eind gedaan. Het is pas 1:30, maar ik heb het al een heel eind klaarstaan. Aardappels geschild. Ik heb rode kool klaarstaan. En de kippetjes gesneden moet ik alleen nog even gaan bakken en jus erop maken. En dan, ja, vanavond vlaai bakken. En dit is wat we gaan eten. Ik heb vrij weinig gefilmd, maar ik ben ook de hele tijd bezig geweest. Dus ja, dit is wat we in ieder geval gaan eten. En Jordi krijgt het zo. En Liam en Sam krijgen het zo. Liam heeft weer geen honger. Die eten laatst zei toch wel slecht. Maar ik denk ook dat het met de leeftijd te maken heeft. Ah joh, overdag eet hij prima. Alleen s'avonds. Jordi zit even bij een slapende papa. Sam die is de authentieke Boomba aan het kijken. En deze grote vent die wilde niet eten. Toen zag hij na het eten zag hij appel. En toen gaf hij aan dat hij appel wou. En ja, hij heeft niet zo goed gegeten. Dus dan ga jij maar lekker appel eten. Ze zijn ook nog steeds niet helemaal lekker. Dus het maakt mij dan niet zoveel uit of ze nou een appel eten of het avondeten. Als ze maar iets eten wat hun buikje lekker vult en waar ze zich lekker bij voelen en goed bij voelen. En dat er geen drama is in het feit hoe en wat met binnenkrijgen. Hij is aan de scheiterietes, hij heeft zin in een appel. Prima, ga lekker appel eten. Heeft hij zin in iets anders, krijgt hij iets anders. Ik ben daar niet moeilijk in als ze niet lekker zijn. Hij is ook afgevallen. Want dan merk ik altijd in zijn broekmaten. En dan ben ik daar nooit moeilijk in wat ze eten. Want ik wil gewoon dat ze iets binnenkrijgen. Iets is beter dan niets. En drinken natuurlijk. Drinken doen ze wel goed. Nummer 1 zit erin. Dit is de appelvlaai. Kindjes liggen op bed. En ik ben gewoon lekker mijn dingen aan doen. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Linksboven appelvlaai. Rechtsboven kruimel. En daar beneden zijn perenkruimelvlaaitjes. Een hele goede morgen. Jee, ik ben jarig. 2 kinderen, melk drinkend, gezellig. Dit is de vlaai die ik gisteren heb gemaakt. Want ik ben op een gegeven moment gisteren gestopt met filmen. Want ik weet niet, vergeten. Bezig zijn we vooral. Ik zal ze even laten zien. Dit is dus de appel. Dit is de kruimel. Dus met room erin. En ik had nog deeg over, dus ik heb ook perenkruimel gemaakt. En hoe ze exact proeven, et cetera, I don't know. Dat gaan we straks zien. Ik heb net even lekker gedoucht. Heel even opgekalavaterd. En ik ga nu een ontbijtje maken. Ik heb eieren al aanstaan.
En ik maak kaneelbroodjes en croissantjes. En voor de kindjes dan gewoon het standaard wat ik altijd doe. Niels is nog steeds niet lekker, dus ja. De verjaardag gaat wel gewoon door in de zin van dat mijn ouders en opa komt en de moeder van Niels. Mijn moeder zei laat gewoon doorgaan, want het is toch niet tegen te houden. Dus ja, en het is geen corona overigens, want Niels die heeft last van een soort van buikgriep. Dus. En daar heeft Liam last van. Dus ja, je houdt het toch niet tegen. En ja, dan zullen misschien mensen denken van ja, dat is egoïstisch om de verjaardag toch door te laten gaan. Zoals jullie weten is mijn oma, zit die in een verzorgingstehuis. En daar gaat het gewoon niet goed mee. En dit is gewoon ook een uitje voor mijn opa. En de moeder van Niels is ook een vrouw alleen. En die kijkt ook uit naar dit uitje. En met mij gaat het gewoon allemaal prima. Dus ik ga gewoon lekker mijn ding doen. En ik zie het wel. Sam. Hoera. Klappen. Hoera. Voor mama. Yeah. Hippie de piep. Hoera. Yay. Een echte astronaut. Goed zo, jongens. Een echte astronaut. Nou, mijn ettensoep is ook al klaar. Die is gewoon lekker aan het warm worden. Het is al helemaal op smaak. En alles zit er al in wat erin moet zitten. En dat is wat we vandaag eten. Wat ga jij doen? Je blijft hier. Nee. Ga lekker hier op de bank liggen. Lekker liggen. Niels is bij Jordi. Want die heeft even rust nodig. Want ja, het is toch dadelijk weer een klein beetje druk. In verband met bezoek. En dat kan hij momenteel gewoon niet super verdragen. Ook al laat het bezoek hem in zijn waarde. Het is voor hem momenteel gewoon even lastig. Ik ben ondertussen even aan het opruimen en ja, van alles aan het doen. Jullie zullen je eigenlijk ook vast wel afvragen van Mandy, wat heb je gekregen als cadeau? Momenteel even nog niks. Ik krijg wel een cadeau, dat wel. Ik wil al heel lang heel graag de naam van Jordi op mijn arm, de naam van Liam op mijn arm. En ik heb natuurlijk deze vorig jaar laten zetten. Maar dat is een iets groter kostenproject. En ik wil ook natuurlijk de naam van Sam op mijn arm laten zetten. Die van Niels niet, die van Niels hoeft niet. Maar dat is wat we heel graag willen. Of in ieder geval, ik wil dat heel graag. Maar dat is een klein kostenpostje. En op dit moment vind ik het belangrijker om mijn kinderen te eten te geven. En een leuke Sinterklaas te hebben. En een leuke kerst te hebben. Dus dan spaar ik dat liever even uit. Dan heb ik het op een andere manier. Ik kreeg heel even bezoek van mijn petekindje. Daarom begon Joef zo te blaffen. Ze heeft voor mij gewoon geknutseld. Dit moet ik ergens neerzetten. En dan moet ik al mijn make-up neerzetten. En ze heeft dit gemaakt. Die moet ik ook ergens neerzetten. En ik had dit nog als cadeautje. Dus ik ben weer lekker verwend. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt heel leuk dat ze dit gedaan heeft. Echt oprecht. Oké, hier eventjes wat uitleg. Vandaag was ik natuurlijk jarig. Maar ik heb natuurlijk ook nog een kind die 5 december jarig is. Onze chagrijnige Sinterklaas Jordi. Die houdt niet van uitpakken overigens. Dat zie je hier ook in het filmpje. Dus zijn broertje doet het voor hem. Met alle liefde en plezier. Maar hij heeft dus van oma, opa en oma de wobbel gekregen.
Dat hebben ze samen als cadeautje gegeven aan hem. Dus hij is weer lekker verwend, hoor. Daarnaast heeft hij ook nog wat cadeautjes van de grijze dakduif gekregen. Want die was al langs geweest bij mijn ouders om de cadeautjes af te gooien voor de kinderen. Dus ja, later in het filmpje zie je ook dat Liam en Sam hun cadeautjes van die grijze dakduif hebben gekregen. En ja, veel plezier met kijken en geniet ervan hoe blij de kinderen zijn. Iedereen is weer naar huis toe. Liam die ligt al te slapen. Ik heb er hier nog twee die wakker zijn. Die zitten eventjes te acclimatiseren van de drukte. En we gaan zo eventjes opruimen. Niels is al bezig met vaatwassen, et cetera. Maar bij deze gaan we ook deze ups en dan weer afsluiten. De kindjes zijn vandaag super verwend. Jordi heeft voor zijn verjaardag van de opa en de oma's een wobbel gekregen. Dus ja... Dat heeft hij alvast voor zijn verjaardag gekregen, omdat ja, 5 december, Sinterklaasdag en ja, hè. Dus ja, dat. Hij heeft voor zijn verjaardag heeft hij, of voor Sinterklaas heeft hij slaapvosjes gehad, 2 stuks. Hij heeft politiewagentjes gehad. Hij heeft van alles gehad, zeg maar, voor hem, zodat we het speelgoed kunnen vervangen als het kapot is. Dat was voor zijn verjaardag. Daar help je Jordi het meeste mee. Liam die heeft onder andere dit gehad. Met Sam samen. Autootjes. Van alles en nog wat voor Sinterklaas. En natuurlijk dat tafeltje met stoeltjes. Hadden ze al gehad voor Sinterklaas. Dus ze zijn echt super verwend. Dus dat is alleen maar mooi. Heel blij. Heel fijn. Ik ben ook helemaal verwend. Door mijn opa. Door de moeder van Niels. Door mijn ouders. Daar ben ik ook helemaal door verwend. Alleen maar super mooi. Super fijn. Super blij mee. Dus ja. Bij deze ga ik deze ups en downs afsluiten. Ik heb een leuke dag gehad. De kinderen blijven morgen thuis. Want
ja, het gaat gewoon niet zo lekker momenteel met ze. En ik wil ze gewoon even de tijd geven om uit te zieken. Dus dat is wat we gaan doen. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende.